Hartelijk welkom. Ik open deze vergadering. Er zijn van onze kant geen mededelingen, zijn er mededelingen vanuit de raad? Geen mededelingen. Dan komen we bij het vaststellen van de agenda. Zijn er wijzigingen op de agenda of kan die vastgesteld worden zoals die nu op tafel ligt? Kan vastgesteld worden, heel goed. Dat brengt ons bij agenda punt 3, dat is het spreekrecht. Wij hebben voor vanavond, hebben zich 4 insprekers gemeld. En dat is mevrouw Van de Vechten van LTO Vechtdal, meneer Rietveld van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines, meneer Buimer uit Hogeweg en meneer Noord uit de Krim. En ik wilde graag beginnen met het woord te geven aan mevrouw Van de Vechten van LTO Vechtdal. U heeft 5 minuten de tijd en als de 5e minuut nadert, dan geef ik u een sein. Geachte college, geachte raadsleden. Namens LTO afdeling Vechtdal maak ik dankbaar gebruik van de mogelijkheid tot inspreken. We stellen het als afdeling op prijs dat u ons standpunt mee wilt nemen in het maken van de juiste afweging in zaken de energietransitie van Hardenberg. Duurzaamheid is belangrijk voor Hardenberg en ook voor de agrarische sector in onze gemeente. Voor LTO is het toekomstperspectief beter produceren met minder energie, minder grondstoffen en minder emissies. Ik durf te stellen dat we als sector al goed op weg zijn. Landbouw behoort tot de meest actieve sectoren in de Nederlandse economie als het gaat om duurzame energie. Ruim een derde van alle groen geproduceerde energie is landbouw gerelateerd. Daarnaast worden nieuwe stallen veelal gebouwd volgens de maatlat duurzame veehouderij, waarbinnen energie een belangrijk thema vormt. Denk aan gebruik van restwarmte, bewegingsmelders, gebruik van daglicht, etc. Sinds halverwege dit jaar zijn een groot aantal bedrijven tevens verplicht om alle energiebesparende maatregelen door te voeren die zich binnen 5 jaar laten terugverdienen. De lat ligt echter hoger. Het zal nog even duren voor de gehele agrarische sector energie-neutraal is. Dat wil zeggen dat er jaarlijks niet meer energie wordt gebruikt dan minimaal zelf wordt opgewekt. Maar de ambitie is er. Kortom, duurzaamheid staat ook voor ons hoog in het vaandel. We zeggen echter resoluut nee tegen de komst van zonneparken op landbouwgrond. Steeds vaker worden agrariërs benaderd door projectontwikkelaars voor het realiseren van dergelijke parken. Belangrijke oorzaak van de huidige hoos aan zonneparken is het steeds goedkoper worden van zonnepanelen en stijging van het budget en SDE-subsidie. Neemt niet weg dat het ook ons duidelijk is dat we voor de transitie naar duurzame energie niet zonder de zon kunnen. Onze angst is echter dat als wij niet opletten, het land straks vol zonneakkers staat. We moeten echt zuinig zijn op landbouwgrond. Gezien de groeiende wereldbevolking en de stijgende welvaart zal de vraag naar voedsel de komende decennia stijgen. Dat vergt een zorgvuldige inzet van schaars beschikbare landbouwgrond. Daarbij moet u zich realiseren dat voor elke hectare die we hier weghalen er 3 tot 4 bij moeten komen elders in de wereld, waarbij nog altijd meer broeikasgassen vrijkomen dan wanneer de productie in Nederland plaatsvindt. Fundamentele vraag is dus wat echt duurzaam is en goed is voor het klimaat. Daarnaast betekent minder agrarische grond een kostprijsverhoging voor omliggende agrarische bedrijven in de wijde omtrek. Niet alleen de grondprijzen stijgen nog verder, ook houdt de aanleg van zonneakkers in dat er minder grond beschikbaar is voor mestafzet en weidegang. Daarbij bestaat een reële kans dat de vergroeningseisen groter worden. De landbouw wordt zo steeds intensiever. In onze ogen geen wenselijke ontwikkeling. Zeker niet wanneer we aan de andere kant juist streven naar het zo goed mogelijk sluiten van kringlopen. Naast behoud van vruchtbare grond staat behoud van het agrarisch cultuurlandschap en het principe van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik. We roepen u daarom op om eerst de opties binnen het bebouwde gebied te benutten. Daken van huizen, bedrijven en instellingen hebben vanzelfsprekend een grote voorkeur. In het buitengebied kan een actie zoals recent uitgezet door Friesland Capina ook werken. Leden kunnen in dat voorbeeld daken aanbieden voor het collectief plaatsen van panelen.
Een eerste ronde van het zuivelconcern leverde al 67 hectare dakoppervlak op. Dat zijn serieuze cijfers. Naast het bouwvlak van agrariërs en bedrijventerreinen is ook ander dubbelgebruik van de ruimte aantrekkelijk. Denk aan geluidswallen, waterbassins, parkeerterreinen, vuilstortplaatsen en bermen. Ook energiedeskundige Wim Sinke, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en tevens werkzaam bij Energieonderzoekscentrum Nederland, stelt dat met de nieuwste technieken nog veel meer winst valt te behalen binnen bestaand bebouwd gebied. In de jaren 80 hadden zonnepanelen een rendement van 10%. Het rendement is inmiddels meer dan verdubbeld. En door stapeling van elementen lijkt binnen afzienbare tijd een rendement van 30-40% haalbaar. De prijs van zonnepanelen is de afgelopen decennia met een factor 50 gedaald. Het is goed om u te realiseren, en zo stelt ook hoogleraar Sinke, dat de enorme kostenverlaging die we in de afgelopen decennia hebben gerealiseerd, het mogelijk maken, of misschien wel nodig maken, dat we ook naar andere aspecten van zonne-energie gaan kijken. Niet alleen maar lage kosten, maar ook nieuwe mogelijkheden. Panelen hebben een strak uiterlijk gekregen. Tegenwoordig zijn er panelen die het licht aan twee kanten opvangen, geschikt voor toepassing op water. En ook de zonnefolie biedt vele nieuwe toepassingsmogelijkheden. De tijd dat er niet voldoende daken waren, met de juiste ligging, die is voorbij. We moeten echt anders gaan denken. In toenemende mate zal de opwekking van energie bovengronds en dicht bij huis plaatsvinden. Het gaat om combineren van functies. U moet denken aan stroomproducerende daken en gevels, maar ook stroomproducerende ramen op een gegeven moment. Variatie in kleur, variatie in vorm. Met andere woorden, zonne-energie op maat. Kijkt u eens op internet. Er zijn al prachtige toepassingen van zonnepanelen op bijvoorbeeld fietsenstalling. En is bijvoorbeeld een zonnefolie over de bovenleiding van een treinspoor zo'n gekke gedachte? Vergis u niet, de technologie ontwikkelt zich razendsnel. Noodzaak voor opofferen van kostbare landbouwgrond is nog maar zeer de vraag. Ik wil u vragen dat in uw achterhoofd te houden als het gaat om beslissingen voor 20 jaar of langer. Naast dat ik u wil bedanken voor uw aandacht, wil ik nog heel even van de mogelijkheid gebruik maken om u te herinneren aan onze excursiemiddag op 29 september. We nodigen u van harte uit om tijdens de excursiemiddag over dit onderwerp en andere onderwerpen met ons in gesprek te gaan. Hopelijk tot dan. Dank u wel, mevrouw Van de Vecht. Als u nog even wilt blijven staan, zijn er vragen voor mevrouw Van de Vecht. Kijk. Meneer Jonkhans, meneer Rodemond, meneer Mulder en meneer Kloekhorst. Meneer Jonkhans. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we konden ons heel goed vinden in de suggesties die u heeft gedaan om ook te zoeken naar alternatieve locaties. Maar wat ik niet helemaal snap is, u geeft het voedselargument aan dat grond bebouwd moet worden voor voedsel. Maar hoe ziet u dat dan als je lelies gaat verbouwen of Afrikaantjes om grondontsmetting te doen voor de lelieteelt of mais voor mestvergisting, agrificatie, vlas, hennep, eventueel houtteelt. Het zijn allemaal niet eetbare gewassen, ook niet bedoeld voor de voedselproductie. Er is een heel groot verschil tussen producten die je 1 jaar teelt of een project wat je er nu voor, ja, wat is het terugverdiend tijd, 20 jaar, 15, 20 jaar? Nee, maar u geeft het argument aan van, goh, maar we hebben die grond nodig voor de voedselproductie. Maar ik zie dat het steeds meer van deze gewassen geteeld worden in plaats van voedsel. Ja goed, de wereldbevolking is aan het stijgen, dus geleidelijk aan zal de keus gemaakt worden van ja, leg ik er lelies neer of leg ik er andere voedsel neer. Ja. Maar dat is een andere vraag dan het gaat ons nu om de zonnepanelen. En dat leg je er neer voor 20 jaar en dat is een te lange termijn in ons ogen. Duidelijk. Meneer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Mevrouw Van der Vechten, u geeft inderdaad aan, en ik haak daar ook een beetje op aan, dat we niet landbouwgrond moeten opofferen voor het aanleggen van zonneparken. Natuurlijk is het zo dat wij gezamenlijk, politiek, maar ook de gebruikers, goed moeten nadenken van hoe gebruiken we onze grond, nu en in de toekomst. Kunt u aangeven of LTO misschien landelijk
een beeld heeft van hoeveel landbouwgrond er pak een beetje over 20 jaar nodig is voor die stijgende vraag. Zodat we daarmee ook enigszins kunnen rekening houden. Want we kunnen nu natuurlijk die grond gaan behouden ten aanzien van de opwekking van duurzame energie of het verbouwen van voedsel. Maar we kunnen ook zeggen van ja, kunnen we op een iets groter niveau gaan kijken van hoeveel grond hebben we überhaupt nodig. En dan kunnen wij kijken naar de woningbouw, naar de opwekking van de energie en naar de agrarische sector. Want er moeten keuzes gemaakt worden. Dat bent u met mij eens, neem ik aan. Ja, ik snap uw vraag misschien niet helemaal goed, maar er is meer grond nodig dan dat we in Nederland hebben. Maar je kunt geen landbouwgrond bijmaken. U zegt dat we in feite al tekort komen. Ja. En kunt u aangeven hoeveel dat is? Hoe we keuzes kunnen maken? Nee. Maar dat gaat om wereldwijd, hè? Ja, nee. Ja. De productie van voedsel is wereldwijd. Ja, nou ja, energie idem dito natuurlijk. Dus ja. Vandaar dat ik deze vraag ook stel. Okay. Dank u wel, meneer Rodemond. Meneer Mulder. Ja, dank u wel, voorzitter. Hoe ziet LTO zelf haar rol in bijvoorbeeld mensen bij elkaar brengen vanuit de sector, om daar optimaal gebruik te maken van de vele daken waar nog geen zonnepanelen op liggen? Ja. Ziet u daar een rol in voor uzelf als organisatie? Want, ja, misschien wel. Ja, want ja, u hebt het wel over landbouwgrond, maar... ik zie nog heel veel mogelijkheden, ook bij de landbouwers als die. Nou, die zien wij ook, ja, zeker. En de agrariërs staan daar ook zeker voor open, dat weet ik zeker. Maar ziet u daar een rol voor uzelf als aanjager daarin? Om nou ja, het toekomstperspectief is wel dat we gaan naar een energie-neutrale agrarische sector. Ja. Dus als LTO ziet u echt van in de toekomst dat u misschien wel faciliteert... als organisatie richting... Nou, we zijn een belangenbehartiger, hè? Nou ja, goed, maar goed, de belangen zijn dan ook enorm groot. Ook voor de landbouw op zich. Maar wij gaan geen geld daarin steken. Nee, maar je kunt wel partijen bij elkaar brengen. Jawel, dat zeker. Ja, daar staan we ook voor open. Oké. Okay. Ja. Dank u wel, meneer Mulder. En meneer Kloekhorst. Ja, dank u, voorzitter. En mevrouw Van Vechten... Ik hoorde iets noemen van 67 hectare dakoppervlak. Klopt dat? En is dat in de gemeente Hardenberg? Nee, Nederland. Nederland. Ik dacht dat u mij de oplossing aanreikte, maar... Hartelijk dank. Ook dank mevrouw Van de Vechten. Dan zou... Voorzitter, mag ik nog één vraag stellen? Sorry. Ik wou net mijn buurman influisteren. Ik was benieuwd, de agrarische sector heeft natuurlijk de afgelopen jaren best lastig gehad. Stel, er is een agrariër die zegt, ik wil dit zelf gaan doen. Wij zijn als CDA ook niet zo voor zonnepanelen op landbouwgrond, laten we dat duidelijk zijn. Hoe stimuleren jullie dan die agrariër zelf om dat dan ook niet te doen? Zien jullie daarin een beetje aansluitend op de vraag van de heer Mulder? Ondernemer maakt zelf de keus en dat zal hij ook blijven doen. Het is alleen wel de vraag, en of dat hier ligt of landelijk, moet je subsidie geven als overheid zijnde voor zonneakkers. En ik weet wel dat die vraag hier niet ligt, maar die vraag moet wel beantwoord worden. Is dat een verstandige keus? En wij denken van niet. Duidelijk. Wij ook niet, trouwens. Dan wil ik meneer Rietveld vragen om achter het spreekgestoel plaats te nemen. Goedenavond allemaal. Ik weet mijn naam, Rob Rietveld. Ik ben van de Nederlandse Vereniging Omwonende Windturbines. Een belangenorganisatie voor omwonenden van windparken, toekomstige windparken. Ik was aangenaam verrast door de LTO inspreekverhaal. Zoveel wind, zoveel zonne-energie en totaal niet over windenergie. Terwijl heel veel mensen hier in de zaal aanwezig zijn, en daarvoor ben ik ook benaderd door de mensen uit Hardenberg, die toch wel flinke angst hadden dat er redelijk wat aan windparken hier in Hardenberg gerealiseerd zouden worden. En dat geeft natuurlijk heel veel weerstand, windparken. Dat weet u ook. We hebben 150 actiegroepen in Nederland en die zijn allemaal tegen windenergie. En het is heel simpel, in Nederland is 80% van de mensen is voor windenergie. Totdat het bij hun in de buurt komt en dan is 80% tegen. Ik woon zelf in de Drentse Veenkolonie, dus ik kan er enigszins over meepraten. Ja, en hoe komt dat nou? Toch zie je dan vooral omdat de normen van windparken ervoor zorgen dat er toch redelijk veel overlast wordt veroorzaakt. De normen in Nederland zijn redelijk slecht.
En de pleidooi is dan ook, als u een, en dat is het hele inspreken wat ik hier ga doen, zo van als u aan de gang gaat met windenergie, wat heel veel mensen hier van de, op de publieke tribune zeker niet willen, doe het dan op een dusdanige manier dat er geen overlast veroorzaakt wordt. En doe dat op een maatschappelijk verantwoorde manier met elkaar. Wat ik wil zetten is dat alle vormen van duurzame energie die u voor gaat kiezen hier binnen de gemeente, al die vormen gaan zorgen voor weerstand. We zien dat. Ik maak wel eens een keertje het geintje, zeker bij in Den Haag, zo van de beste manier om een zonnepark te realiseren zonder procedures is om eerst te dreigen met een windpark. En dat klinkt een beetje cynisch, maar het is gewoon zo. Want overal waar een zonnepark wordt gerealiseerd zonder dat er eerst een windpark was, zie je procedures tot aan de Raad van State over het zonnepark. En eigenlijk wat ik hiermee probeer aan te geven is dat het probleem niet zit in de, niet zozeer in de vorm, al is windenergie veel meer overlastgevend dan zonne-energie. Ja, waar het in zit is het proces wat we met z'n allen voeren, ja, die leidt tot een aantasting, tot gevolgen voor de woon- en leefomgeving van de mensen. En die hebben er daarmee te maken. En als die mensen die hebben last op een gegeven moment van het feit of dat nou een zonnepark wordt, een biovergister wordt, biomassa wordt of een windpark, ja, het kunnen accepteren dat je eigen woon- en leefomgeving aangetast wordt, veranderd wordt en vaak voor je gevoel ten negatieve aangepast wordt, ja, dat vereist dat je met elkaar gaat kijken zo van, is het echt wel nodig? Kan het niet op een betere manier? Zijn er geen andere opties? En dat betekent dus dat we zeker in ons landje, waar we eigenlijk op heel fijne vierkante meters heel veel proberen te realiseren, dat het heel hard nodig is dat we nu eens beginnen om het met elkaar proberen voor elkaar te krijgen. In plaats van dat ja, we besluiten nemen, democratische besluiten, en dan zeggen dit rollen we uit. Want dan kijk ik ook weer naar windenergie, waar een geluidsnormering aan hangt, in een activiteitenbesluit waar u niet bevoegd bent om die normering aan te passen. En waarvan ik ontwikkelaars zeggen dan van, nou, we voldoen aan de wetgeving, dus er is geen overlast. Nee, dank u. De geluidsnormering is de slechtste van Europa die we hebben in Nederland. En u heeft best mogelijkheden om het op een andere manier te doen, maar dan moet u een afstandscriterium definiëren. En dan hoeft u bijvoorbeeld niet te tornen aan de geluidsnormering. En dan gaat de minister niet over u heen en zeggen van bij de Raad van State zo van, u had deze norm niet mogen aanpassen. Met andere woorden, er zijn heel veel mogelijkheden. Wij doen heel veel projectbegeleiding op Tomek, heel veel bewonersbegeleiding. We hebben vanuit het ministerie van EZ opdracht gekregen om dat samen te voegen in een soort handboek, een toolbox. Nou, die heb ik aan Peter ter beschikking gesteld. Ik stel ook voor dat die naar al u toe gaat. En daarin hebben we alle do's en don'ts van hoe ga je nou met mensen om en hoe richt je nou zo'n proces in. En ik zou u willen vragen om daar invulling aan te geven. Om met het mensen om tafel te gaan zitten en gezamenlijk te gaan kijken. Normeringen voor windparken zijn maatwerk. Normeringen voor zonneparken zijn maatwerk. Ga met de omgeving. Het is per omgeving afhankelijk van wat kan wel en wat kan niet. U heeft uw doelstelling. En vanuit die doelstelling moet je gaan kijken van wat is er mogelijk om het te realiseren. En dat betekent eerst commitment voor de probleemstelling. Dan commitment voor de doelstelling, voor het probleem. En dan krijgt u acceptatie misschien voor de oplossing. En misschien nog geen eens acceptatie. Misschien berusting in het feit dat er iets wijzigt in de woon- en leefomgeving van mensen. Ja. Mijn pleidooi hier is zo van, wat u ook kiest voor duurzame energie, maar zeker als u windenergie kiest waar het heel veel weerstand tegen is, en terecht, want het geeft ook van alle vormen van duurzame energie de meeste overlast aan mensen, ja, zorg ervoor dat u iedereen meeneemt, een goede positie geeft, faciliteer die mensen. Snap ook dat als die mensen allemaal professionals tegenover zich hebben staan, dat ze kennis moeten bijkrijgen. Ga er ook vanuit dat u kan zeggen zo van, ja, maar ik heb het toch verteld. U bent misschien degene die straks een windpark mogelijk maakt die zij niet willen. Waarom zouden ze u geloven? Ze geloven u niet. Ja, we hebben het heel vaak dat als u het zegt, in de algemene zin, de politici het zeggen, dan wordt het niet geloofd. En als het echt waar is en wij als NOVOW roepen van tegen diezelfde bewoners, het klopt wel, dan zeggen ze, oh, nou ja, ik vind het niet leuk, maar toe dan maar. En dat geeft aan dat je vertrouwen moet maken en dat je moet faciliteren zodat er een level playing field ontstaat. Ik wens u heel veel succes met dit hele moeilijke dossier. Dank u wel, meneer Rietveld. Fijn binnen de 5 minuten. Wie kan ik het woord geven om een vraag te stellen aan meneer Rietveld? Meneer Kloekhorst. Meneer Kloekhorst als enige. Ga uw gang. Dit is ook geen vraag, maar ik wil de heer Rietveld bedanken
goede tips. Want dat is juist hetgene waarmee wij als fractie worstelen. Hartelijk dank. Dank u wel, meneer Rietveld. Meneer Buijmer, zou u achter het spreekgestoelte... Dag raadsleden. Ik ben Ties Buijmer. Ik ben niet namens een organisatie hier. Ik ben maar een gewone burger, maar die wel eigenlijk zijn verhaal wil doen rondom mijn ervaringen. En ik hoop dat u mijn ervaringen meeneemt. Want mijn ervaringen zijn zonder cijfers en prognoses en doelstellingen en zonder aanbevelingen uit pilots. Het is gewoon een verhaal uit de praktijk. 4 jaar geleden ben ik in Hardenberg komen wonen. In deze hele mooie gemeente, waarin de uitgangspunten me heel erg bevielen en waarin ik een plekje heb gevonden aan het kanaal en Hogeweg met een beetje landelijke uitkijk, waarin ik soms herten kan zien lopen, natuur schoon heb, maar waar ik ook zie dat heel veel recreanten die hier rondomheen ons fietsen daarvan genieten. Toen hier kwamen wonen, ik heb 3 kinderen, vind ik belangrijk om ook duurzaam ook aan duurzaamheid wat te doen. Dus wij hebben 24 zonnepanelen op ons dak geplaatst. Wij hebben spouwinstallatie aangebracht. We hebben dubbele beglazing erin laten zetten. Een hoge rendementsketel laten aanbrengen. Alles om ervoor te zorgen dat wij onze bijdrage kunnen leveren. Ik denk ongeveer een paar maanden geleden kwam de buurman naar mij toe. Mijn buurman is boer in de koeienhouderij. Melkkoeien. En daar gaat het niet zo heel goed in. En hij vertelde mij, ik heb een aanbod gehad. Een aanbod van een investeringsmaatschappij. En als ik mijn 10 hectare land, aaneengesloten land, verpand, dan krijg ik daar een behoorlijke som geld voor. En dat betekent eigenlijk dat mijn pensioen daarin toch wel redelijk geborgd is. Dat betekent dat er zonnepanelen worden geplaatst voor een periode van 20 jaar. Eigenlijk moet ik blij zijn voor mijn buurman. Want mijn buurman die heeft het goed voor elkaar dan. Voor hem is het best wel een zekerheid. Dus dan ga je naar terug en dan denk je in huis en dan praat je met elkaar over. Dan denk je, wat betekent dit eigenlijk? Als je in één keer een zonnepark krijgt daar waar je bent gaan wonen. Voor een landelijk uitkijk en voor een zicht vrij in de natuur. Dan ga je eerst op het internet zoeken. En dan lees je, vooral in Duitsland zijn veel van dit soort velden, dan lees je over schitteringen en wat het met het verkeer doet en dat ze er rekening mee moeten houden. Lees je ook onderzoeken naar wat het met recreatie doet als je dit soort parken gaat plaatsen. Want voor mensen is het minder aantrekkelijk om door zonnepanelen te fietsen als door een mooie landelijke omgeving. Maar wat je vooral bezighoudt, en dan ga je, wat betekent het eigenlijk voor ons? En dan gaan we terug naar de buurman en zeggen, wat betekent het eigenlijk voor ons? Hij zegt, nou, dat betekent dat de stellages komen van 2 meter hoog. Rondom je de hele erf, want wij zitten precies tussen zijn landerijen in. Met allemaal zonnepanelen op. Ik zeg, oh, zeg, er is geen uitkijk. Nee, geen uitkijk meer. En wat betekent dat nog meer? Ja, er komt ook nog een transformatiehuis te staan. Een hele grote, want dat moet allemaal bij elkaar gebracht worden. Een transformatiehuis, daar ga je dan naar zoeken. Dat betekent straling, dat betekent geluid, dat betekent... dat het voor mensen en dieren wat kan betekenen. Oh, dat is toch wel heel veel. Vervolgens denk ik, ik loop toch eens even naar de makelaar toe. En ik zeg, makelaar, dit plaatje ligt ervoor. Wat betekent dit voor mij? Ja, dat betekent dat je huis er zeker wel zo'n 40.000 euro in waarde daalt als je het ooit wil verkopen. Oeh, dat is niet niks. Ja, maar ja, het is wel voor mijn kinderen en voor onze aarde is het wel een goed iets. Dus dan hink je wel op 2 benen. Want je hebt aan de ene kant je buurman, aan de andere kant onze aarde. Maar je hebt ook je eigen situatie. En mij blijft erbij, ik kom zelf uit de WMO. En dan zeggen ze altijd, je moet overal maatwerk leven. Ik wil u in ieder geval meegeven dat als er een pilot uitkomt, die zegt, zonneparken, die leveren ons echt wat op. Dat doet dat met duurzaamheid. Dat u moet oppassen dat u daarmee niet een vrijkaart geeft om dit te doen. Want ik ben ook nog naar een ambtenaar toe geweest hier en die vertelde mij... We hebben heel veel aanvragen liggen van investeerders. Die hebben we nog niet doorgezet. We moeten eerst weten wat de raad gaat doen. En dat betekent dat u hier een belangrijke taak in heeft. Want alles wat u straks mee instemt, kan wel een precedentwerking hebben op andere situaties.
En voordat u het weet, hebben we een half Hardenberg vol liggen met zonnepap. Dat is wat ik graag mee wil geven. Hou rekening met de situatie. Bekijk elke situatie weer op zich en kijk wat het doet voor de mensen die daar wonen. Kijk wat het doet voor Hardenberg. Dat is hetgene wat ik u graag mee wil geven. Dank u wel. Dank u wel, meneer Buijmer. Zijn er vragen voor meneer Buijmer? Geen vraag. Dank u wel. En als laatste dan meneer Noord. Ja, goedenavond. Ik ben een nog nieuwere inwoner van de gemeente Hardenberg in de Krim. En ik heb al 3,5 jaar een project in gedachten. En omdat ik vrij nieuw ben hier in Almelo, heb ik al wel het een en ander neergelegd. Had ik maar 10 minuten bij wijze van spreken om dit voor te bereiden, deze 5 minuten. Dus neem me niet kwalijk wat dat betreft, dat ik wat slordig schrift heb en zo. Mijn hoofdpunt is, lokaal bufferen is de oplossing, de ultieme oplossing, ter voorkoming van bijschakelen van fossiel energie. Of gas, of wat dan ook. Hè. En in ieder geval, het smart grid systeem voor autoladen heeft ook, is wel een soort oplossing om de energie die tijdelijk beschikbaar is of niet beschikbaar is, om dat een beetje uit te delen. Kan tussen de wisselende vraag en aanbod wel iets doen. Maar je hebt vooral op elektriciteitsgebied heb je altijd real-time nodig dat de vraag en het aanbod gelijk zijn. En wat je dan ook doet, het levert altijd productieverlies op. Behalve als je lokaal buffert. En er kwamen ook nu heel veel problemen naar voren. Wat is dat de commercie heel graag windparken of zonneparken neerlegt, omdat het geld oplevert. Maar die commercie die wil altijd eigenlijk het ik en is afhankelijk eigenlijk van kortzichtige kapitaalverstrekkers of subsidie. Maar in ieder geval geen van beide is echt een goede motivatie. Dus ze frustreren eigenlijk ontwikkeling. Dan heb ik wat dat betreft 2 voorbeelden. Ik ben door een typfoutje op internet lid geworden van Meerwind. Een windmolenvereniging in Nieuw-Vennep. Dit is gewoon een vereniging die met eigen kapitaal van particulieren is begonnen met een windmolen neerzetten, de poldermolen. En iedereen mocht geld lenen en kreeg voor, risicolening is het natuurlijk. Kreeg eigenlijk als afspraak, je krijgt een rendement, maar we beperken het tot 5%. En na een paar jaar bleek dat het gemiddelde rendement 15-20% uitkwam. Als het commerciële organisatie was, was dat mooi naar de aandelen, was mooi, mooi, kassie. Nee, wat gebeurt er met zo'n vereniging? Die zegt, we gaan daar een molen bij bouwen. Met eigen middelen en we gaan terugbetalen. Hè. Daar heeft iedereen voor getekend dat je toch eerder voor die tijd je geld al terugkrijgt. Als we te veel hebben. Maar wat er nog meer. Het wordt collectief gedragen. Als je met een vereniging gaat werken. In plaats van met commerciële aanbestedingen. Dan heeft iedereen er baat bij en profijt bij. En een inbreng en worden de bureaucratische processen worden omzeild. Ook vergunningen enzovoort, want iedereen kan eigenlijk, als je er geld aan verdient, neem je meer als dat je buurman alleen maar geld verdient. Laten we eerlijk zijn. Dat is dus het voorbeeld van die Meerwind. Maar wat heb je ook? Ik heb het gelezen, ik dacht dat het in Friesland was. 1 boer zet een windmolen neer met miljoen subsidie of zoiets.
En een slimme boer ernaast met een slimme advocaat weet een gaatje te vinden dat er een procedurefoutje met de vergunning gemaakt is. Die molen stond er en is weer neergehaald en ligt op de grond vanwege de procedure. Nou, dat is eigenlijk wat in het commerciële wereld de grootste frustratie is van goede ontwikkelingen. Ander voorbeeld. De Tesla, of er is een fossieloze race geweest rondom de wereld. 2016. U heeft nog één minuutje. Oh, nou, in ieder geval. En, nou, Tesla of BMW zullen dat wel gewonnen hebben. Maar in Eindhoven is er een stormproject. En die heeft een motor met modulaire accu's ontwikkeld. Dat heb ik jaren geleden al eens een keer geregistreerd. En het systeem van we moeten eigenlijk komen tot een bufferen met accu's die je uit de auto haalt. Die Tesla 100 kilowattuur, daar zit gegarandeerd altijd wel 40 kilowattuur reserve in. En als je dat eruit haalt en in huishouden zet, dan heb je gewoon een heel groot probleem, want je hebt die accu dubbel gebruikt. En daar wil ik eigenlijk toe komen, tot een vereniging van lokaal bufferen. Dat je in plaats van de Powerwall van Tesla, wat in Duitsland al verplicht is, dat je dan een aantal modules neerzet. Hoef je zelf geen elektrische auto te hebben, want de buurman of een ander heeft er wel een. Je kan altijd eindeloos bufferen. Het verbaast me dat er nog steeds niet een aantal hoogspanningsmasten opgeblazen zijn met terrorisme. Als je lokaal buffert op deze manier, ben je ook de kwetsbaarheid van de tennet, van het hoogspanningsnet, kwijt. Meneer Noord, mag ik u dat vragen tot een af... Oh, oké. Nou ja, ik heb nog veel meer. Ik wilde graag vragen, als er verder beslissingen genomen worden, of dit meegenomen kan worden om, zeg maar, ergens moet je beginnen. In gemeente Hardenberg te beginnen met een dergelijk collectief initiatief. Dank u wel. Zijn er vragen voor meneer Noord over Smart Grid? Niet? Dank u wel, meneer Noord. Dan zijn wij bij agenda punt 4 en dat gaat over energietransitie Hardenberg, het vergroten van de productiecapaciteit, duurzame energieopwekking. Wie kan ik daarvoor het woord geven? Meneer Jonkhans, meneer Kloekhorst, meneer Rodemond, meneer Bak, meneer Mulder en meneer Roelofs. Ik begin bij meneer Roelofs. Voorzitter, dank u wel. Ik wil graag ingaan op de verschillende onderdelen van de voorliggende stukken. Als eerste, in de conclusie van de verkenning mis ik het onderdeel biomassa. Die valt daar in het lijstje in één keer uit. En ik zou er wel een nadere toelichting op willen hebben. Een uitbreiding van het restwarmtenetwerk zien we ook terugkomen. En dat wordt onderzocht en dat juichen we ook zeker toe. Kleinigheidje is dat restwarmteprojecten echter geen energieproductie leveren. Maar die dragen alleen maar bij tot de besparing. Maar dat even als detail. Zonnepanelen. Wordt vanavond ook regelmatig over ingesproken, heel goed. Die projecten zijn relatief snel en eenvoudig te realiseren. Wat daar wel bij belangrijk is, is dat we als CDA-fractie niet voor grootschalige zonneparken op landbouwgrond zijn. En dat sluit ook aan bij de inspreking mevrouw Van de Vechten van LTO. Er is nog veel ruimte op daken, bijvoorbeeld bij agrariërs. En we zouden heel graag zien dat daarop wordt ingezet. En dat in overleg met de netwerkbedrijven onderzoek plaats gaat vinden naar de infrastructuur om die opgewekte energie te distribueren of wellicht te bufferen zoals meneer Noord aangaf in zijn inspraak. Ook zouden daken gehuurd kunnen worden van ondernemers om die in te zetten. Zou het college bereid zijn om hier onderzoek naar te doen? De conclusie die in de stukken staat geeft aan dat alleen zonneparken in grote omvang en dicht bij een aansluiting op het net financieel haalbaar zijn. Hoe zit dat voor de projecten waar we als gemeente mee bezig willen gaan, zoals het kleinschalige zonneproject van Lutte Leeft? Dat soort initiatieven staan wij als CDA-fractie zeer positief tegenover. Dan over windmolens. Dat moet toch even gebeuren. In het voorstel staat dat de opwekking van windenergie de meest kansrijke optie is
om binnen de gestelde termijnen de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Hardenberg te realiseren. Het draagvlak voor windmolens is echter beperkt, zoals onder andere is gebleken uit de bijeenkomst over duurzame energie en ook vanavond weer. En om aan te geven dat we met windmolenplannen onze ambities binnen de genoemde tijdvakken zouden kunnen halen, is denk ik niet zo makkelijk te stellen. Er zijn voldoende projecten waar dit eerder uitgebleken is. En hoe zit het in het geval van windmolens met de noodzakelijke infrastructurele aanpassing voor de distributie van de opgewekte stroom? Wellicht het belangrijkste punt in alle stukken en alle onderdelen is de communicatie. Grootschalige projecten zullen altijd een effect hebben op de directe leefomgeving van mensen in onze gemeente. Het verhaal van meneer Buijmer sluit hier naadloos op aan. De zorgen die mensen over deze projecten hebben worden regelmatig met ons gedeeld. Ook in de aanloop van deze vergadering is het weer veelvuldig gebeurd en ook vanavond weer door de insprekers. Onder andere door meneer Rietveld. Op het moment dat de kaartjes in omloop komen met mogelijke locaties voor windenergie ontstaat direct onrust. Wat is er op het gebied van communicatie met omwonenden gebeurd tot aan het opleveren van deze documenten, zou ik graag willen weten. Duurzame energie moet iets zijn van ons samen. We moeten oplossingen kiezen die de beste balans vinden tussen ambities, bijdragen aan onze doelstellingen, commercie en belangen van onze inwoners. We zijn blij met de verwijzing naar innovaties en ontwikkelingen op het gebied van duurzame energieopwekking en verwachten dat het college deze ontwikkelingen actief volgt en de raad hierover geïnformeerd houdt. De doelstellingen zijn ambitieus. In de stukken lezen we wat ons betreft nog niet die innovaties waarmee we die doelstellingen binnen de gewenste termijnen zouden kunnen halen. Afsluitend nog een aantal vragen. Ziet u op basis van deze plannen het handhaven van de 30% ambitie in 2030 als haalbaar en nog steeds realistisch? Is een duurzaamheidsfonds zoals u dat noemt van €500.000 voor de omvang van deze ambities voldoende? Een deel van deze middelen wordt gebruikt voor een projectmanager, staat in de stukken. En wilt u eens ingaan op de totale besteding van dit fonds dat u noemt? Projecten die een forse bijdrage leveren aan de duurzame opwekking hebben uw voorkeur boven projecten die een beperkte bijdrage leveren aan die doelstellingen. Laat u op deze manier kleinschalige projecten niet lopen en ontmoedigt u die projecten niet juist. Deze projecten worden toch vaak sneller en met meer draagvlak gerealiseerd. Hoe is het college tot de keuze van de pilotprojecten gekomen? Zijn er nog andere initiatieven te noemen en waarom zijn die afgevallen? Waarom staan die niet op uw lijst? En als laatste, wilt u eens ingaan op het onderdeel communicatie en hoe u dit verder vorm gaat geven? Dank u wel. Dank u wel, meneer Roelofs. Meneer Mulder. Ik denk, daar gaan al mijn vragen, helaas. Goed, ambities. Ambities moet je hebben en ambities heeft deze gemeente ook. En ik sta ook in ieder geval achter die ambities. En dan met name die ambities om de doelstelling te halen. Maar de projecten waar wij het over hebben, dat gaat met name over de omgeving. Om juist aan de voorkant een go of no-go besluit te nemen. En die zin vinden wij ontzettend belangrijk. We kunnen van alles vinden, maar aan de voorkant worden meegenomen en niet achteraf geconfronteerd te worden met het feit dat er heel veel toezeggingen zijn. En onze vraag is dan ook, met name, hoe wordt aan de voorkant juist die burgerparticipatie, waar we het altijd over hebben, meegenomen, worden die burger meegenomen, alvorens dat go-no-go moment er is. Want juist dat is de draagvlak waar we het eigenlijk met elkaar over hebben. En daar zouden we graag iets van de wethouder over willen horen, hoe hij dat ziet. Het duurzaamheidsfonds, inderdaad, daar zit op dit moment een bedrag van €500.000 in. Nou ja, dat is een mooie start, maar we zien dit in het voorstel dat er schijnbaar weer een projectleider aangesteld moet worden. En ja, wij waren eigenlijk in de veronderstelling dat juist initiatieven gefaciliteerd zouden worden door dat bedrag. En nou, aangezien er nu best wel heel wat op papier staat, lijkt het ons en moet het mogelijk zijn om juist een projectleider vanuit de eigen organisatie dit te laten doen en niet weer een externe projectleider. En als er wel een externe moet komen, willen wij graag wel aan de voorkant weten wat dat gaat kosten. En niet we stellen een projectleider aan en dan in de loop van de tijd gaan we eens kijken van
hoeveel financiële middelen we daarvoor kwijt zijn. Dan is dit al vaker aan de orde geweest. In hoeverre kan je als gemeente investeren in wind op zee? En dat die meedragen aan de doelstelling die wij halen. Kunnen wij eventueel afkopen op zee? En dan, voorzitter, het laatste. Het college geeft aan dat men scherp is op nieuwe ontwikkelingen. En toevallig zagen wij voor een poosje geleden een aantal raadsleden op een foto staan. En die bezig waren met duurzaamheid en hadden het over windversnellers. Voorzitter, de vragende wethouder is of dit project bij hem bekend is en of hij ook daar mogelijkheden in ziet. Dank u wel, meneer Mulder. Meneer Bak. Dank u wel, voorzitter. Veel vragen zijn al gesteld door de collega's van het CDA en de ChristenUnie. Als ik dit voorstel bekijk, dan hebben wij vanuit de VVD toch wel wat zorg. We vinden het een smal voorstel waar we heel erg de focus plaatsvinden op windenergie. En daar zit zorg. En laten we daar ook helder in zijn. We hebben hier volgens mij ook met elkaar heel helder besproken dat windenergie moet gebeuren op basis van draagvlak. En dat is voor ons ook echt het punt wat helder is. Zonder draagvlak geen windenergie. De vraag daarbij is, hoe gaan we dat op een goede manier organiseren? Ik vind dat we hier een dossier voor hebben liggen wat heel veel energie kan geven, om de beeldspraak maar te gebruiken. We moeten oppassen dat we met elkaar niet de negativiteit ingaan en dat we de energie verliezen. Want we hebben een doelstelling, die moet ambitieus zijn, en daar staan wij als VVD voor, want het gaat ergens over. Dus laten we ervoor waken dat we niet in de frustratie komen en dat we met elkaar de goede dingen blijven doen. En draagvlak is daarbij voor ons cruciaal. Dus de vraag ook aan wethouder, wat hij tot nu toe gedaan heeft om met betrekking tot windenergie, maar ook in de breedte, draagvlak te creëren bij onze burgers. En dan ook verder, want zoals ik al zei, ik vind het een smalle basis, wat is er gedaan om duurzaamheid in de breedte bij de burgers onder de aandacht te krijgen? Want er is zoveel meer. En bij de CDA gaven ze ook aan, biomassa is weggevallen. Ik ben ook benieuwd of de wethouder bijvoorbeeld al in gesprek is geweest met Friesland Capina over monovergisting, wat daar vanuit de gemeente Hardenberg gedaan kan worden om dat bij de boeren te stimuleren. Ik ben ook benieuwd of er gesprek is geweest met de LTO om te kijken wat er samen georganiseerd kan worden met betrekking tot zonne-energie op daken. En laten we ook alsjeblieft niet, en dat is volgens mij het voorbeeld wat de heer Mulder net ook riep, laten we de innovaties niet vergeten. Laten we er nu een feestje van maken en zorgen dat we de innovatie naar Hardenberg halen. En dat vind ik wel jammer dat ik dat op dit moment in een stuk mis. Dus ik wil de wethouder ook wel vragen om daarop te reageren en te kijken en te onderzoeken wat er nog meer gedaan kan worden. Dank u wel. Dank u wel, meneer Bak. Meneer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Ik sluit me aan bij de woorden van de heer Bak, dat het een wat smal voorstel is. Wat ons betreft gaan de ambities ons niet ver genoeg en in ieder geval te langzaam voor wat er nu aan de hand is met betrekking tot onder andere het milieu. Dus wat dat betreft is er te veel focus inderdaad op de bestaande technieken en te weinig aandacht voor de innovaties die nu eigenlijk nu al plaatsvinden. En daarom in aansluiting op de woorden van de heer Bak, onze oproep om in ieder geval via de begroting te kijken of er nog meer mogelijk is wat betreft het investeren in dit onderwerp. Bijvoorbeeld het duurzaamheidsfonds uit te breiden om geld te gaan reserveren voor ontwikkeling en onderzoek in samenwerking met de markt en onder andere het onderwijs. En natuurlijk ook met lokale initiatieven gaan kijken wat er nog meer mogelijk is dan alleen de bestaande wind- en zonneprojecten die wat grootschalig kunnen zijn. Maar goed, er is zoveel meer mogelijk. Hè? We kunnen mensen inmiddels bijna op Saturnus zetten en we kunnen niet eens normaal voor energie zorgen, lijkt het soms wel. Graag hier wat meer aandacht voor en zeker met betrekking tot de begroting aanstaande. Daar wilde ik het graag even bij laten. Dank u wel, meneer Rodemond. Meneer Kloekhorst. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, het is al aangegeven van het rapport is wat smal. Maar ik heb even gegoogeld en Ponderosa Consult is de specialist op het gebied van windenergie. Het bedrijf richt zich op het creëren van een maximaal evenwicht tussen duurzame energiebehoeften, milieueffecten
en maatschappelijke acceptatie. Ja, dan is het niet vreemd dat windenergie de uitkomst van het rapport is. Toch wil ik graag een aantal vragen stellen over de andere kant. Namelijk het rapport Duurzame Energiekansen in het kader van de gemeente Hardenberg. Dan kom ik in eerste plaats bij het verdrag van Meppen. Het verdrag uit 1824, wat het onmogelijk maakt om windturbines te plaatsen aan de Duitse grens. En dat gaat dan over een afstand van 294 meter. Ooit gebaseerd op de afstand van het hoe ver wijkt een kanonskoog. Mogen we nog blij zijn dat het rapport ging of het verdrag niet 100 jaar later is gesloten. Maar niet alleen wij worstelen met dat verdrag. Want bij mij komt dan ook de vraag op van, geldt dit ook voor de turbines aan de grens in Waardewijk die aan de Duitse kant staan? En Emmen is er inmiddels ook mee bezig, want gedeputeerde Tjisse Stelstra van de ChristenUnie, toch een bekende naam hier, hoopt op een doorbraak voor 2018. En in die zin vraag ik dan ook aan de wethouder van, wordt daar op geparticipeerd? Dan een ander punt waar heel veel op stuk loopt. Dat is een postcodeproject, is een project waarbij omwonenden van een project uit aanliggende postcodegebieden mede-eigenaar worden en daarmee een vrijstelling van belasting op elektriciteit kunnen verkrijgen. Er is dan geen aanspraak op subsidie mogelijk. Ik denk dat het heel belangrijk is om te kijken van, en dat is mijn vraag, wie kan het beleidskader wijzigen? Ik denk niet dat die macht hier in deze gemeente ligt, maar aan de andere kant blijkt dat dit toch een behoorlijke drempel is. Dat geldt eigenlijk hetzelfde voor de agrarische sector. Ook daar is het grote struikelblok de noodzakelijke aanpassing aan de elektriciteitsaansluiting. Vanavond werd hier al gesproken over buffering. Dat zou eventueel een oplossing kunnen zijn. Maar bij mij leeft veel meer de vraag van, ja, wij willen toch samen naar die duurzame energie toe. En is het nou de landelijke regering of de netwerkbeheerder die hier steeds de spaak in het wiel steekt? Want dan zou je kunnen zeggen van, ja, die netbedrijven leggen zonder hoge kosten een kabeltje naar de molen. Maar nog niet naar een veld zonnepanelen. Ja, dan komt bij ons de gedachte op van windmolen hier tussen en voor de netaansluiting en het probleem is opgelost. En in die zin wil ik dan ook toch even stilstaan bij de combinatie, want dat komt steeds meer aan de orde. Interessant is echt dat juist wind en zonne-energie samen een groot deel van de wisselvalligheid weg kunnen nemen. Daar werd ook al over gesproken van op het punt van vraag en aanbod. Te veel aanbod is weggegooide energie. Want zo staat er vaak op een donkere dag veel wind en is het vaak windstil bij stralend weer. Ja, wat ons betreft gaat dan de zon voor niks op, maar wel positief. Dat was het eerste. Dan heb je nog één vraag. Ons is bekend dat diverse bedrijven kippenmest leveren aan de grote landelijke biovergisten. Wordt die productie nou meegeteld bij het Hardenbergse deel? Mag dat meetellen voor onze doelstelling? Of gaat een ander daarmee heen? Dat was het eerste instantie. Dank u. Dank u, meneer Kloekhorst. Meneer Jonkhans. Dank u wel, voorzitter. Ja, voordat er afspraken worden gemaakt, vinden wij het zeer belangrijk dat er consultatie in het gebied wordt gedaan. Ook volgens het verhaal van meneer Rietveld. En wij zouden graag het antwoord willen hebben van de wethouder hoe hij daar tegenover staat. Vervolgens is het fonds, daar zouden we toch veel meer een revolving fund ook wordt voor stichtingen, sportverenigingen, bedrijven ten behoeve van duurzame opwekking. En dat zou bijvoorbeeld ingezet kunnen worden voor procesbegeleiding. En als het dan een succesvol project is, kan het geld weer terugvloeien.
ook zouden we graag zien dat duurzaam thuis weer wordt opgestart. Ik heb dat van de week eens geprobeerd en nou, ik vang dat bot. Je krijgt nee, dat is afgelopen en we doen het niet meer. En kan er iemand langskomen voor wat geld. Maar ik denk ook dat je de burgers, de huishoudens zelf ook nog de mogelijkheid moet geven om en te besparen. Want elke zeg maar, kilowatt die je bespaart, daar hoef je minder dan 3 kilowatt voorop te stellen. Even kijken. Ja, naar de lokale betrokkenen hebben we al over gehad en bij punt 1. Ja, het is ook van belang om zeg maar dit hele proces ook mee te nemen in de gemeentelijke omgevingsvisie. Er worden, ook daarin is participatie een heel belangrijke zaak. En het is eigenlijk, het wordt nu wel transitie-energie, maar het is eigenlijk een ruimtelijke opgave, omdat het een beslag legt op de ruimte. En dan, ja, ik mis eigenlijk nog de mogelijkheden in het verhaal van de gemeentelijke eigendommen. Er zijn braakliggende terreinen, er zijn daken waar nog geen zonnepanelen op liggen, die pal op het zuiden staan. Ik refereer even aan het gebouw van de buitendienst in Heemse. Als wij een goed voorbeeld willen geven, dan zullen we zelf ook, ook de handen uit de mouwen moeten steken. Zullen we zelf ook aan de slag moeten gaan. Nou, dat waren eigenlijk mijn vragen voor deze eerste ronde. Dank u wel, meneer Jonkhans. Ik geef het woord aan de portefeuillehouder. Dank u, mevrouw de voorzitter. Mooi en fijn dat u vanavond ook met zoveel bent hier bij dit thema duurzaamheid en energie. Een thema dat ook leeft. Waar we ook als gemeente al lange tijd mee aan de slag zijn, gezien ons duurzaamheidsprogramma, wat u kent. En wat wij hebben gedaan is eigenlijk een vervolg geven aan datgene wat u als raad ook eind vorig jaar met elkaar hebt vastgesteld. We hebben met elkaar verkend, afgelopen jaar, anderhalf jaar, de mogelijkheden er zijn om onze ambitie te verhogen. Daar was u zelf bij, u bent meegeweest naar projecten. Er zijn raadsleden meegeweest naar Duitsland, naar SABEC. En aan de hand daarvan heeft u ook gezegd, nou, wij zien kansen ook hier in de gemeente Hardenberg om ons ambitieniveau op te schroeven. En dat heeft u met elkaar in december 2016 vastgesteld. Daarvan heeft u ook gezegd, als we dat willen bereiken, moeten we nog meer gaan inzetten, ook op windproject. Dat staat ook in het besluit van die tekst. Dat kunt u allemaal nalezen. U heeft ook gezegd, kijk ook goed naar de mix van energiebronnen. Dat hebben we ook gedaan. En u heeft ook gezegd, kom met een afwegingskader, een soort spelregelboekje, waar langs wij projecten kunnen leggen. Want inderdaad, er zijn heel veel initiatieven, zoals iemand al zei, initiatiefnemers op dit moment op verschillende terreinen, die zeggen van gemeente, we willen graag wat, kleinschalig of grootschalig, maar vertel ons wat de spelregels zijn en kom terug als de raad daarover een besluit heeft genomen. Dat ligt voor vanavond. Dat is ook de uitwerking van dit verhaal. Dus als u zegt van ja, er staan nog heel weinig innovaties in, dit is het begin daarvan. En er zijn innovaties op de verschillende duurzaamheidsterreinen. Dat heeft u ook kunnen zien. Daar kom ik straks nog wel even op terug. Maar het besluit is niks anders dan met elkaar vaststellen langs welke spelregels gaan wij deze projecten mogelijk maken. Welk afwegingskader stellen wij daarvoor vast en welk stappenplan stellen we daarvoor vast. En wij als college hebben ook gezegd, wij hechten heel veel aan naast de ruimtelijke inpassing en kwaliteit ook aan lokaal eigenaarschap. Ook aan acceptatie, participatie. Want dat vind ik wel mooi van het verhaal van de heer Rietveld. Die zei van de toolbox die wij hebben gemaakt om vanaf moment nul tot en met realisatie bij u te komen van hoe kunnen we dat in het proces gaan doen. Dat spreekt mij en het college ook erg aan. Dus wij willen het ook graag met u delen als u dat wilt. Want dat is het begin, wat mij betreft, als we dit besluit gaan nemen, is het begin van al die ontwikkeling van die projecten. Want heel veel initiatiefnemers zeggen nu, we kunnen even niet verder, maar we hebben de mogelijkheden niet. Vertel ons langs welke meetlat u ons legt. Dat ligt vanavond voor. Daar wil ik heel helder in zijn. En het is mooi om te zien dat er ook al heel veel gebeurt. Want als ik kijk naar het verhaal van zon, zonne-energie, dan staan wij ook uit Hardenberg heel hoog op die ranglijst. Als het gaat om opgewekt vermogen en PV. Zelfs op plaats 3 heb ik onlangs gehoord. Inmiddels heel veel hectare aan zon op daken.
En ik heb van een bedrijf gehoord wat binnenkort hier op Broekland 1600 zonnepanelen gaat leggen. En dat levert natuurlijk wel een bijdrage aan onze ambitie. Maar er is meer nodig, geachte raadsleden, dames en heren, om die ambities, die lange termijn ambities met elkaar waar te maken. En we hebben met elkaar gekeken naar korte en lange termijn. En voor die korte termijn is het nodig, want dat heeft u ook vastgesteld, om in te blijven zetten op wind, zon, biomassa. Gelukkig ook de restwarmtetechniek, want ik ben heel erg blij met de ontwikkeling die we rondom Wavinterrein zien. Waarin wij samenwerken met Kogas, met Rendo, met Enexis, met Dion, om restwarmte ook weer te gaan herbenutten. Dus er liggen heel veel mooie kansen, die zijn ook allemaal in ontwikkeling. En volgende maand wordt duidelijk of die business case van restwarmte voldoende is, zeg maar, om aan de slag te kunnen gaan. En die partijen hebben gezegd, als ons dat lukt, gaan we volgend jaar in 2018 daar al mee aan de slag. Dus als er iemand zegt, er gebeurt nog niet zoveel, nou, ik kan u vertellen, er gebeurt op dit moment heel erg veel. En dan wil ik u graag een keer meenemen naar die verschillende projecten, als u zegt, van, nou, daar willen we graag eens wat meer van zien. Maar hier gaat het om die grootschalige ambitie, die vraagt ook om een grote aanpak. Die vraagt ook om de mix die we met u hebben vastgesteld. En die vraagt ook om een zorgvuldig proces. En die vraagt ook om duidelijkheid. Voor alle mensen ook hier, vanavond op die publieke tribune, die zeggen van, vertel ons nog maar eens hoe je dat wil gaan doen. Dat ligt voor u. En dat wil ik ook graag met u bespreken. Dan ga ik naar de vragen toe, mevrouw de voorzitter. En er zijn enkele vragen die ik ambtelijk laat beantwoorden met uw welnemen. Als ze wat te technisch van aard zijn. Meneer Roelofs, ja, biomassa hebben we, daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee, ook met de initiatieven die we hier zowel in Broekland als in Ballenbrug zien, de Brouwer onder andere, die leveren ook een essentiële bijdrage. Dus die hebben we misschien niet specifiek nu benoemd, omdat we ook hebben gezegd van, nou, we zien ook op die andere bronnen nog heel veel kansen. Dus we sluiten ze niet uit voor de toekomst, zeg ik dan maar, we hebben ze nu niet expliciet benoemd. Maar ze worden wel meegenomen in het totaal. Restwarmte heb ik net een pleidooi voor gehouden. Ja, grootschalige zonneparken, daar heeft u een visie op. U zegt ook, ja, er is nog genoeg ruimte op daken. Daar is ook nog heel veel ruimte, want ik spreek ook regelmatig met ondernemers. En we hebben hier bedrijven met heel veel dakoppervlak. En er liggen nu best veel kansen. En we merken ook wel nu het economisch wat beter gaat, dat bedrijven ook zeggen van, nou, we zijn nu wel bereid en in staat om in ieder geval een verkenning te doen naar de mogelijkheden. Wel in relatie altijd weer met eventuele vraag naar subsidie. Maar ook een goede procesbegeleiding. Dus daar blijven we ook zeker mee doorgaan. Maar voor die lange termijn is er meer nodig. En uw vraag van, is Lutten leeft, kan die worden aangesloten op het net? Die zitten dicht bij een netbron, heb ik begrepen. Dus dat hebben we ook gekeken in die cirkel, in dat kaartje wat u ziet. Het kan. Want dat is wel cruciaal, zeg maar, voor de bijdrage en uiteindelijk ook voor het investeringsvolume. En als het gaat om draagvlak voor wind. Nou, we spreken met partijen. Er zijn ook initiatiefnemers geweest die hebben gezegd, nou, we willen die mogelijkheden verkennen. We zitten nog helemaal in de beginfase. En die hebben ook gezegd tegen ons, van vertel ons maar langs welke weg we moeten lopen om te onderzoeken of dat haalbaar is of niet. En wat vindt u dan als gemeente, als college, als raad belangrijk? Nou, dat hebben wij hier heel nadrukkelijk volgens mij op papier staan wat we belangrijk vinden. Want die projecten moeten wel voldoen aan al die voorwaarden die we hebben gesteld. En dan gaat het heel erg met name over proces. Dus de communicatie krijgt bij ons daar ook een heel nadrukkelijk plaats in dit hele verhaal. Niet alleen nu, maar ook straks bij de verdere begeleiding en uitwerking. En zeker bij grootschalige projecten. Nou, innovaties heb ik net al iets van genoemd. We hebben ook nadrukkelijk in het verhaal gezet dat wij ook op zoek zijn naar die innovaties. En we zijn altijd bereid, dat staat ook in de besluittekst, om onze ambities te heroverwegen op verschillende bronnen. Als er nieuwe innovaties zijn die mogelijk maken dat we die heroverweging moeten gaan maken. En om maar even terug te komen op het voorbeeld of de vraag van meneer Mulder. Heeft u gesproken met een delegatie van de CDA-fractie? Ja, dat heb ik. Want die waren enthousiast over een windversneller. Een ontwikkeling ergens in het westen van het land. En ik heb ook gezegd, nou, als dat een bijdrage zou kunnen leveren, dan moet het maar eens gepresenteerd worden. Wij kennen dat nog niet. Dat zit ook nog wel in de onderzoeksfase, in de oriëntatiefase. Dat moet nog bewezen worden. Maar als u vindt dat we daar eens naar moeten gaan kijken, als dat ook kan bijdragen, dan heb ik gezegd, dan moet u dat nog een keer gaan organiseren. Dus daar staan we open voor.
Maar het laat onverlet dat we onze ambities blijven vasthouden. Dus als het op korte termijn bijna een bijdrage levert, dan gaan we wel door met die projecten. Ambities haalbaar. Ja, we hebben met elkaar die ambities 2030 vastgesteld volgens mij. En ik ga ervan uit dat we daar ook voor willen blijven gaan als raad. Want u heeft zelf dat besluit genomen, nietwaar? Dan de vraag over het duurzaamheidsfonds. Dat duurzaamheidsfonds dat willen we met name gebruiken, inzetten voor die procesbegeleiding. Hè? En het ontwikkelen van kansrijke initiatieven. En dat vraagt best wel een nodige inzet en deskundigheid. Met name ook op communicatievlak, maar ook het bij elkaar brengen van partijen. En wij hebben gezegd, als proces nou belangrijk is, dan moet je een goede procesmanager daarop zetten. En op de vraag van de heer Mulder, ja, kan niet iemand van interne zijn? Ik denk juist, dat moet niet iemand van de gemeente zijn. Laat het maar onafhankelijk iemand zijn die oog en oor heeft voor alle partijen in dat traject. Zo zou ik hem willen benoemen. Maar iemand die verstand heeft van zaken en die partijen ook kan helpen bij het uitwerken van hun plan, ter toetsing om te kijken of het haalbaar is of niet. En waarin al die aspecten die zijn genoemd, vanuit het afwegingskader, de ruimtelijke toets, het bijdragen aan de omgeving, aan het gebied, de acceptatiegraad, participatiegraad, dat moet allemaal daarin een plek krijgen. Dat vraagt nogal wat van iemand als het gaat om vaardigheden en kennis. En daarom hebben wij gezegd, die partijen die nu aan de poort staan te rammelen hier, die graag wat willen en die ook hier vanavond zitten, die vragen ook om begeleiding daarin. Daarom vinden we dat belangrijk. En we zullen die kosten zoveel mogelijk beperkt houden, want ik vind wel dat het geld zoveel mogelijk moet gaan naar de initiatieven die hiervoor liggen. En wat mij betreft, meneer Jonkhans, in de vorm van een revolveringsfonds. Want dat gaan we verder nog uitwerken. U vraagt nog naar de kleinschalige initiatieven. Meneer Mulder heeft een vraag. Ja, even een verduidelijkende vraag. Oké, de gemeente is dan de initiator. Maar in hoeverre gaat dan ook de partijen die meedoen een bijdrage leveren, een financiële bijdrage leveren, voor het realiseren van de projecten? Maar ik neem aan dat we daar dan toch ook een beroep op kunnen doen. En met partijen bedoelt u? Partijen waar u het over heeft, om te kijken van, kunnen we hier bijvoorbeeld een windpark, bijvoorbeeld een zonnepark, bijvoorbeeld dat die partijen dan ook een financiële bijdrage leveren voor die projectleider. Ja, dat had ik al impliciet willen vermelden. Dat vinden wij ook vanzelfsprekend. Want voor die haalbare business case, voor zo'n project, is het ook voor het draagvlak belangrijk dat die partijen meedoen. En niet alleen maar mee praten. Kleinschalige projecten, meneer Roelof, ja, die blijven we natuurlijk stimuleren. En die komen ook wel dagelijks voorbij. Maar we blijven die projecten ook wel steeds toetsen aan die uitgangspunten die we hier hebben genoemd. Hè. Dus laat het ook helder zijn. Als dit kader helder is, en wij vinden hem best helder en scherp, dan is dit ons toetsingsinstrument. En u bent als raad elke keer aan zet als het hier voorbij komt. Laat het ook helder zijn. Dus dat u nu de angst heeft van, we geven het straks uit handen. Nee, u komt elke keer aan zet bij een principeverzoek, procedure, vergunning, et cetera. Communicatie hoe verder? Nou, na vanavond, dat zou misschien wel optimistisch zijn misschien, maar wie weet, maar na besluitvorming zou ik willen zeggen, gaan we zo snel mogelijk aan de slag ook met het uitwerken van een communicatieplan. Maar we hebben eerst dit besluit nodig om te kunnen gaan communiceren. Dat lijkt me ook helder. Meneer Mulder, go of no go? Nou, dat is inderdaad heel mooi dat u het zo formuleert, want dat is wel steeds waar we het over hebben met elkaar. Gaan we ervoor of niet? En juist die voorkant, sturing, waar u op doelt, die vind ik ook van belang. En daarom ben ik ook blij met het verhaal van de heer Rietveld. Want die toolbox, we hebben al eerder met hem gesproken, dat vinden wij een heel mooi instrument. Die kunnen we misschien op andere onderdelen ook gaan gebruiken, om dat met elkaar te gaan inzetten, als startmoment. En in die toolbox zit met name het verhaal van participatie, acceptatie, gebiedsgericht ontdekken en kijken van wat wil het gebied en hoe kunnen we iets teruggeven aan het gebied. Dus ik ben blij met die suggestie en die gaan we ook zeker oppakken. En dat zit wat ons betreft allemaal in die initiatieffase. Duurzaamheidsfonds heb ik op gezegd. Ja, investeren op zee, dat vraagt ook om een financiële investering. Aan de andere kant is dat misschien de moeite waard om verder te onderzoeken. Aan de andere kant, als ik het hier langs de meet laat leggen van wat nu voor ligt, dan voldoet hij niet helemaal, want dan is wel de vraag hoe zit het met lokaal eigenaarschap en welke bijdrage krijgen we vervolgens terug binnen onze duurzaamheidsdoelstellingen. Dus daar wringt hij wel, moet ik zeggen.
maar ik vind hem wel eens interessant om nader te verkennen. De windversnellers heb ik volgens mij al iets over gezegd. Dan ga ik naar de heer Bak. Ja, het smalle voorstel, zoals u dat noemt, maar het smalle zit hem vooral veel meer in wat u nu gaat vaststellen. Want ik heb u verteld, er gebeurt heel veel op het gebied van duurzaamheid en energie, ook bij bedrijven. Als ik alleen maar denk bijvoorbeeld, ik noem even als voorbeeld de Moderna hier, met het BREEAM-certificaat, hoe zij hun afvalwater weer hergebruiken binnen het bedrijf. Prachtige voorbeelden die worden genoemd hier, ook in Hardenberg. Dus er gebeurt heel veel binnen bedrijven, maar ook bij de particuliere sector. Want we zijn ook bezig met die gebouwde omgeving. Er zijn inmiddels 1800 woningen verduurzaamd de afgelopen jaren. Dat heeft ook geleid tot een omzet van 16 miljoen voor onze ondernemers, even heel plat gezegd. Hè. Dus daar zetten we ook fors op in. Dus misschien is het wel eens goed om nog eens in beeld te brengen wat er allemaal al gebeurt. Maar wat we hiermee beogen, is dat we zeggen, die ambitie hebben we nog veel hoger gelegd. En dat betekent dat we nog veel meer moeten inzetten, ook op grootschalige energieproductie. Dus dat is een mooie basis en dit moet juist de kop erop geven die we met elkaar willen. En dan staan we heel erg open voor innovaties. En ik wil graag wel eens geïnformeerd worden over de biovergisters van Friesland Campina. Want als we dit met elkaar gaan vaststellen, dan ligt het ook een mooie weg volgens mij om die langs die meet te laten liggen. En LTO, we hebben vorige week met het college, met een afvaardiging van LTO, ook met name hierover gesproken. En ik ben heel blij met de opmerkingen van mevrouw Van der Vechter, die zegt, nou, laten we ook samen naar kijken wat er mogelijk is binnen de landbouwsector. Dat wil ik ook zeker gaan doen. Maar ik heb wel eerst dit raamwerk van u nodig om die volgende stap te kunnen gaan maken. Want anders komen dezelfde vragen steeds terug. Die zegt, want heel veel partijen zeggen dan, ja, maar wat wilt u dan eigenlijk? En ik kan ze niet meer tegenhouden bijna, zoveel zijn het er. Dus innovaties, ja, dat gaan we zeker mensen. Geeft aan, zoveel partijen zijn er. Kunt u daar iets meer duiding aan geven wat voor partijen dat zijn en hoeveel het er zijn? Want u noemt er steeds, maar het blijft ook een beetje in de lucht hangen. Dus kunt u daar ons wat meer beeld bij geven? Ja, kijk, op het gebied, we hebben gemerkt op het gebied van zowel wind als zon. Dat partijen zeggen, we hebben wel belang bij een onderzoek naar de haalbaarheid op het gebied van kleinschalig en grootschalig. Ook zon op het veld, maar ook zon op het dak. Ook nieuwe innovaties die voorbij komen van bedrijven. Maar die vragen allemaal wel om het raamwerk, het kader van de gemeente. Dus op die terreinen, zon, wind, biomassa en voor restwarmte gelden dat in iets mindere mate, kloppen partijen nu aan de deur. En ik merk gewoon dat men nu ook wil investeren. Dus nu is ook wel het moment daar volgens mij om er echt iets mee te gaan doen. Meneer Rodemond, ik heb volgens mij met het beantwoording van de heer Bak ook een deel van uw vragen beantwoord. Ja, u zegt van moeten we nog meer gaan doen met duurzaamheidsfonds. Ja, het is aan u om te bepalen of u er nog meer geld in wilt pompen. Laten we gewoon ook beginnen met elkaar, zou ik willen zeggen. Want als u daar een revolverend fonds van wilt maken, dat is een heel mooie gedachte, zoals meneer Jonk als het ook voorstelt, dan is altijd de vraag, is dat voldoende of niet voldoende? En daar is geld een belangrijk middel in, maar niet altijd het doel. Laat ik dat ook maar even helder in zijn. En u wilt er meer aandacht voor, ook voor innovaties, ook in relaties tot het onderwijs. Nou, daarin zijn ook gesprekken op dit moment gaande. Ook met de Vechtdal Academie bijvoorbeeld, om te kijken of we daar ook studenten aan kunnen koppelen. Dus daar proberen we ook bij de jongere generaties het denken daarover een plek te geven. Voorzitter, als ik mag. Dank u wel voor deze feedback. Alleen zie ik wel in uw eigen stuk dat op dit moment er slechts 4,5% duurzame energie wordt opgewekt. Dat dat bij lange na niet genoeg is. En dus moeten we sowieso een tandje erbij zetten om de huidige doelstellingen al te behalen. U geeft ook in de beantwoording aan de heer Bak niet echt weer wat voor een percentage er nu zeg maar in de pijplijn zit aan aanvragen wat dat betreft. En mijn pleidooi is eigenlijk, in navolging overigens van Saarbeek, wat u zelf aanhad, maar ook de gemeente Texel bijvoorbeeld, die hebben aangegeven voor 2030, 2020 willen wij volledig duurzaam zelfvoorzienend zijn. En die ambitie die mis ik. En ik mis ook de wil om te investeren vanuit deze gemeente om die steviger ambitie proberen te halen. U noemt dus allerlei mooie initiatieven en die juich ik van harte toe. Maar wat mij betreft dringt de tijd een beetje wat betreft het opwekken van duurzame energie en het besparen van energiegebruik. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dus vandaar, dat is de achtergrond van mijn vraag. Nou, dan wil ik graag op ingaan als het mag, mevrouw de voorzitter. Want ik sta ook te trappelen om te beginnen, zeg ik dan maar even nadrukkelijk. En als u zegt 4,5%, met de projecten die nu
zijn gerealiseerd of worden gerealiseerd, gaan we snel naar 9%. Hè? Dat heb ik ook in het stuk zelf verwoord. Dan hebben we nog 5% te gaan, naar die 14% toe. Dat vraagt nogal wat. Dat heb ik u ook vertaald in beelden en in opgaven die er ligt. Ingewikkeld. Dat is het allemaal niet, volgens mij. En dus ik vind dat er heel veel gebeurt. Dat hoor ik ook om me heen van andere gemeenten. Dat hier in deze gemeente ook een voedingsbodem ligt om dit te gaan doen. En dat men blij is met de dingen die ook echt gedaan worden. Want er wordt in dit land heel veel geschreven over duurzaamheid en energie. Maar nog niet altijd heel veel gedaan. En dat wordt nu ook in de omgeving opgemerkt als men naar Hardenberg kijkt. En daar zijn we ook best wel trots op, maar we zijn er nog lang niet. Nou, ik zou graag ook die versnelling willen aanbrengen. En als het gaat om geld, is geld een middel. En dan ben ik het met de heer Mulder eens. Dan moeten ook andere partijen gaan bijdragen om dit met elkaar mogelijk te maken. En ik ben ontzettend blij dat partijen als Coga's, Rendo, Inexis, maar ook de woningstichting hebben gezegd, wij zijn ook bereid om daar geld in te pompen. Dat is dus mooi. En daarmee dus de vraag ook om in richting de begroting om na te denken om dat duurzaamheidsfonds uit te breiden. Om juist ook vanuit deze gemeente, maar misschien ook vanuit de provincie en omliggende gemeenten, et cetera, misschien met Duitsland samenwerkend, om nog meer die versnelling te kunnen faciliteren. Want geld is inderdaad slechts een middel, maar soms ook wel een heel erg belangrijk middel. Dat klopt. En als u dit met mij gaat besluiten, wat nu voor ligt. We hebben ook al gesprekken gevoerd met de provincie bijvoorbeeld, in het kader van het programma Nieuwe Energie Overijssel. En daar sluit het heel erg bij aan. Er wordt ook heel erg gekeken vanuit Zwolle, vanuit de provincie, naar wat Hardenberg nu gaat doen. Want dat wil men ook gebruiken om anderen te enthousiasmeren. Dus dan verwacht ik ook dat de provincie niet alleen maar zegt, mooi plan, maar we zijn ook bereid om bij te dragen. Ik ga naar de vragen van de heer Kloekhorst. Het verdrag van Meppen, dat zal ik nog eens goed bestuderen, als u dat goed vindt. De kern van de vraag die daaronder zit is natuurlijk van ja, hoe zit het met de verschillende spelregels aan beide kanten van de grens? En dus dat wil ik nog wel eens even goed naar gaan kijken, want dat heeft ook inderdaad met afstanden te maken, volumes en dergelijke. Dus laten we voorstellen daarom op uw vraag terug te komen. Als het gaat om vragen als salderen. Dat wordt door Den Haag beïnvloed, zeg ik dan maar. Daar hebben wij ook niet helemaal, daar kunnen wij niet beïnvloeden, laat ik het maar zo stellen. Tenzij we zelf met elkaar een plan maken, maar dat moet wel weer aansluiten bij de landelijke wetgeving. Ten aanzien van uw vraag rondom het netwerk, is misschien goed dat ik dat zo amperlijk laat beantwoorden. Dat is redelijk technisch. En als het gaat om wind- en zonne-energie, een te groot aanbod. Nou, ik denk dat dat een mooie vraag is, want dat hoor ik ook wel eens de opmerking die u maakt. Om dat nu verder eens uit te werken in een van die pilotprojecten die wij willen gaan uitzetten. Om te zien of inderdaad daar een overcapaciteit ontstaat. En zo ja, wat doe je dan daarmee? Want dat is volgens mij de kern van uw vraag. En ik heb begrepen op uw laatste vraag dat de biovergisting voor het klimaatmonitor wordt meegeteld. Dus, dat even. Wat betreft meneer Kloekhans, meneer Jonkhans, Revolving Funds heb ik volgens mij al iets over gezegd. Duurzaam thuis. Ik heb al aangegeven dat wij vanuit de Overijsselse aanpak samen met alle Overijsselse gemeenten bezig zijn om de koopvoorraad te verduurzamen. Er liggen geweldig mooie ambitie. 1800 woningen inmiddels in de gemeente Hardenberg verduurzamen. Daar gaan we ook zeker mee door. En wat ook wel mooi is om te vermelden, is dat wij samen met de woningcorporaties vrijwilligers energiecoaches hebben opgeleid. Die nu adviezen geven bij mensen thuis. Hoe ze tot hele eenvoudige energiebesparing kunnen komen. Juist ook voor mensen met een kleine beurs. Dus dat vinden wij belangrijk om aan te geven. Daarnaast is er nu ook een lening bij de kredietbank geregeld. Zodat mensen ook kunnen investeren in duurzaamheidsmaatregelen. En kunnen aflossen met de besparing die ze daarmee vinden. En dus dat zal op lange termijn gaan renderen. Dus aandacht voor duurzaam thuis. Die ze nu zowel voor de koop als de huursector. En daar zien we ook de samenwerking met de corporaties in. Als het gaat om de aansluiting met de omgevingsvisie, ik denk dat het goed is die vraag nog even Martijn te beantwoorden. En de gemeentelijke voorbeelden, nou volgens mij hebben we die genoeg. Misschien is het goed om die ook nog uit te werken naar over 2 weken toe, om dan te laten zien wat we als gemeente zelf doen op dit terrein. Maar zeker als het gaat om zonne-energie, kan ik wel stellen dat we daar het goede voorbeeld geven. En we hebben ook met de gebouwbeheerders destijds een traject doorlopen om te zien van hoe kunnen we als gebouwbeheerder nou zorgen met hele simpele maatregelen zorgen voor juist een verlaging van die energie.
Voorzitter, ja, ik bedoel eigenlijk meer van, want dat is even terugkijken van wat hebben we al gedaan als gemeente. En dat is absoluut goed om dat ook te vertellen, daar mogen we best trots op zijn. Maar er liggen nog steeds ook bedrijventerreinen die nog niet in ontwikkeling zijn genomen, woongebieden, andere loze plekken waarvan je zegt van nou goed, daar zou je toch eens naar kunnen kijken. Helder, dan is het meer toekomstgericht. Juist, oké. Okay. Ja, daar kom ik dan op terug. Dat waren eerst mijn beantwoording. Misschien is het goed om de andere vragen nu mee te nemen. Ja. Goedenavond, mijn naam is Martijn de Klooster. Ik heb twee vragen genoteerd om te beantwoorden. En ik heb over salderen was nog een op een vraag, heb ik een update. Misschien over salderen, de minister van Economische Zaken die is daarvoor verantwoordelijk. En die heeft de salderingsregeling tot en met 2023 verlengd. Maar die wil hem daarna graag afbouwen. Want voor de minister is het een dure regeling. Een van de vragen was, zijn de netwerkbeheerdersvormen die een belemmering als het gaat om de implementatie van duurzame energie? Nou, op zich geldt voor de netwerkbeheerders een helder kader dat zij een aansluitplicht hebben. Waar het lastig wordt is dat als iemand een aansluiting wil en zijn capaciteit van zijn aansluiting is onvoldoende, dan moet hij meebetalen aan het vervangen van de kabel. En dat belemmert met name kleinschalige initiatieven. Dus dat is ook de reden dat je soms boerderijen ziet waar maar de helft van het dak vol is gelegd met de zon. Dat is dan net wat de capaciteit aan kan voordat je een nieuwe kabel moet gaan leggen. Als het gaat om de omgevingsvisie. Nou, de gemeentelijke omgevingsvisie is natuurlijk aan de gemeenteraad. De gemeente Harderwijk heeft gezegd dat willen we samen met de burgers doen. Dus dat principe is ook gebruikt bij het voorstel wat door het college is voorbereid. Dat ligt in ieder geval ook in lijn in de omgevingswet die nu bij de Raad van State ligt. Het Rijk heeft gezegd, we vinden het belangrijk dat participatie veel vroeger in de ontwikkeling van projecten nadrukkelijk aan de orde komt. Dus waar nu plannen en projecten eigenlijk voor zienswijze worden voorgelegd en vervolgens mogen mensen daar beroep tegen instellen, wordt nu in de wet vastgelegd, gij zult vooraf participatie plegen en toon maar aan hoe u dat hebt gedaan. Dus dat past goed bij dat voorstel, denk ik. Dus ik denk dat het een hele goede suggestie is. Volgens mij heb ik daar de voorzitter vraag nu beantwoord. Meneer Kloekhorst. Kunt u me ook aangeven of er verschil is in de houding van het netwerkbeheerder tussen windmolens en zonne-energie? Nee, in principe is daar geen verschil in, want op grond van het wettelijk kader hebben ze gewoon een aansluitplicht. Dus het zit met name in de kosten. Tot een bepaald vermogen geldt er een standaardtarief. En met name voor windparken, als het wat boven de 10 megawatt, dan wordt er een specifieke prijsopgave gemaakt. Maar als het gaat om discriminatie als het ware, van voorrang voor het een of het ander, dan mogen zij dat niet. Dankjewel. Dan is mijn vraag of er behoefte is aan een tweede termijn. Geen behoefte aan een tweede termijn, dan is er... Oh, meneer Roelofs, neem me niet kwalijk. Ga uw gang. Dank u wel, voorzitter. Ik wil nog graag een aantal vragen stellen aanvullend op de reactie die gegeven is. Ik hoor een moment nul bij de ontwikkeling van projecten. Dat moment is bij een aantal projecten al geweest. Ik was benieuwd of daar nog een inhaalslag nodig is op het gebied van communicatie. En daarbij gaf u ook aan, ik heb een besluit nodig om te starten met de communicatie. Die opmerking die snapte ik niet, dus daar zou ik graag een toelichting op krijgen. Op uw uitnodiging om mee te gaan naar lopende projecten ga ik uiteraard graag in. En ik denk ook dat u zelf die projecten zou kunnen gebruiken ter inspiratie van anderen. Dus ik denk dat daar ook een punt zit waar we wat mee kunnen. Nog één vraag over de biovergister. Over waar de resultaten mee tellen. Dat was me niet helemaal duidelijk. Is dat de gemeente waar het materiaal vandaan komt of de plaats waar de biovergister staat? Want dat maakt wel uit voor de realisatie van je doelstellingen, denk ik. U wilt een versnelling aanbrengen? Nou, daar zijn we natuurlijk voor. Aansluitend op het punt wat meneer Bak noemde over de innovatie naar Harderberg halen. Wellicht is de eerder genoemde windversneller daar een mogelijkheid voor. Dus ik denk dat het goed is om daar eens aandacht aan te besteden. Dus ik zou daar graag met de raad eens een sessie aan besteden. Om eens met elkaar te kijken naar die innovatie. En samen te kijken of dat een toegevoegde waarde zou hebben voor onze ambities. En ook om Harderberg innovatief een voorsprong te geven. Ook het project wat LTO noemde, met de zonne
panelen, dat vind ik ook al een onderzoek waard. En als laatste ben ik nog wel benieuwd naar de kaders die u noemt, waar u projecten aan wilt toetsen. Is dat ook al gebeurd bij lopende projecten? Ik ben wel benieuwd of die projecten binnen die kaders vallen. En of u dat zou kunnen laten weten. Nog een laatste vraag, net binnengekomen. Over de bestemming van de agrarische gronden. Stel dat daar zonnepanelen op geplaatst zouden gaan worden, waar we uiteraard niet voor zijn, laat dat nog een keer gezegd zijn. Blijft de bestemming van die gronden dan agrarisch? Ook als de zonnepanelen op staan, of verandert daarmee ook de bestemming? Tot zover, dank u wel. Dank u wel. Voor wat de sessie over vernieuwingen zou ik zeggen, regel het. En voor de andere vragen geef ik het woord weer aan de portefeuillehouder. Dank u, mevrouw de voorzitter. Als het gaat om inhaalslag en communicatie, dat is hoe je inhaalslag volgens mij definieert. We hebben gemerkt dat de afgelopen tijd dat er veel partijen ook bij ons om informatie vragen. En wij hebben ook gezegd, ja, wij gaan met de raad aan de slag om een afwegingskader vast te stellen. Dan kom ik dan met u terug. Dus daar zitten we wel degelijk een verband zeg maar, tussen het besluit van het afwegingskader en de communicatie in het vervolg. Dus die belangstellingregistratie hebben we ook getoetst. Er zijn ook gesprekken al wel plaatsgevonden, hebben hier plaatsgevonden, ook ambtelijk. Maar men wacht hier op het kader wat wij als college en u als raad met ons vaststelt. En dat geeft een basis voor de vervolgcommunicatie. En daar gaan we heel erg graag in op het procesvoorstel en ook de toolbox, zeg maar, die we mogelijk kunnen gaan gebruiken voor het vervolg. Als het gaat om lopende projecten, nou goed, als u zegt, als er belangstelling is, dan neem ik u graag nog een keer mee op een vrijdagmiddag langs diverse projecten. Op alle die verschillende terreinen kunnen we gaan kijken naar zon, wind, biomassa. En dan heeft u ook eens een beeld van wat er allemaal in deze mooie gemeente al gebeurt. Los even van wat er op papier staat, is het goed om dat ook met elkaar volgens mij te ervaren. U vraagt of de opbrengsten van biovergissers meetellen. Wat ik heb begrepen, dat die meetellen. Maar we kunnen het nog wel even nazoeken en dan sturen we dat na als schriftelijke informatie. Meetellen in onze gemeente waar de grondstoffen vandaan komen? Of meetellen in de plaats waar de biovergisser staat? Klopt. Nee, juist geen antwoord. Het is één of twee. De productie van duurzame energie die wordt landelijk bijgehouden in een klimaatmonitor. Nou, die productie die is gekoppeld aan een locatie. Dus als binnen de gemeente Hardenberg duurzame energie wordt opgewekt, of dan met een windmolen of zonnepanelen is, van huishoudens, dat wordt daarin bijgehouden. En dat totaal, ik moet eerlijk zeggen dat ze altijd al minstens een jaar achterlopen, maar dat gaat dus gewoon over alle geproduceerde energie in de gemeente. Oké, dan hebben we het dus over de plaats waar de biovergister staat. Ja. Oké, helder, dank u. Dank u. En u vraagt dan naar de kaders van lopende projecten. Nou, dit zijn de projecten die allemaal in de wachtstand staan, zeg maar. En er zijn natuurlijk al wat projecten in uitvoering die langs verschillende meetlatten zijn gelegd, die al in een bepaalde ruimtelijke ontwikkeling zit. Die volgen gewoon hun weg. Denk bijvoorbeeld ook het verhaal van Bovenveld, hè, waar we over hebben gesproken. Daar heeft de provincie het zeggenschap over. Daar is u om advies gevraagd. Hè, en ik weet ook dat bij de Partij van Arbeid is toen gezegd van kijk ook vooral naar de participatiekant. Nou, dat geven we mee. Maar dit zijn de projecten die al wat langer tijd graag willen en in de wachtstand staan. En dit kader nodig hebben om te kunnen gaan starten. Naar de laatste vraag denk ik, Martijn, kan je die nog even kunnen beantwoorden? Over bestemming agrarisch, hè? Want dat is wat u volgens mij nog vroeg, of hier erop leeft. Ja, zonneveldopstellingen zijn bouwwerken. Dus hè, om dat te mogen bouwen op een plek moet de bestemming worden aangepast om een veldopstelling mogelijk te maken. Dat betekent dat de huidige bestemming, die blijft meestal in stand, maar er moet een besluit van de gemeenteraad worden genomen om de bestemming daarin toe te voegen om dat mogelijk te maken. Oké, even als laatste verhelderend. U zegt er wordt een bestemming toegevoegd. En dus dat wil zeggen als de zonnepanelen weer verwijderd zouden worden, is het nog gewoon een agrarische bestemming waar eventueel zonnepanelen op geplaatst zouden kunnen worden. Ja. Dank u wel. Dank u wel. Dan is hiermee de tweede termijn ook beëindigd. En stel ik u de vraag of dit als bespreekstuk of als hamerstuk naar de raadsvergadering over 2 weken kan. Pardon, wat is het bespreekstuk? Bespreekstuk.
bespreekstuk, dan gaat hij als bespreekstuk naar de vergadering over 2 weken. Dan zijn wij nu aanbeland bij de rondvraag. In deze vergadering zijn er mensen die iets hebben voor de rondvraag. Niet, dan sluit ik de vergadering en dank ik u voor uw aanwezigheid.